Hans de Koning, hoe lang loop jij al mee in de voetballerij? Vanaf mijn 16e, dus dat is, wat is het, 53, dus 37 jaar. Hoeveel van dit soort wedstrijden heb jij meegemaakt? Ja, weet je, dit maak je maar zelden mee. En als je na 3-0 een ruststand, waarbij je misschien een 4 keer op de goal hebt geschoten door Dordrecht, dan sta je weer met 3-0 achter. En dat ze na rust eigenlijk zo terugknokken naar 3-3 is gewoon fantastisch. Ja, alleen dan krijgen we die penalty tegen en dan heb je het eigenlijk voor niets gedaan. En gelukkig stopt Theo die. Maar je kan toch allesbehalve tevreden zijn wat jouw ploeg in de eerste helft liet zien? Ja, maar oké. Dat is een gegeven. Dat hebben we ook in de rust is dat besproken. En je ziet dan wat er weer van komt. Ja, want dat is het mooie. Ik bedoel, de medaille heeft twee kanten. Je kan met die tweede helft kan je natuurlijk weer vooruit. Ja, maar ik vind ook, en daarvoor is natuurlijk een mooi punt, maar ik vind dat we gewoon maar 1 helft gevoetbald hebben. En daar ben ik nog steeds teleurgesteld in. En dat snap je ook niet? Dat snap ik niet. Ik kan dat niet begrijpen. We hebben van de week alleen maar op duelkracht getraind in balverlies. Kort zitten bij elkaar, kort dekken, uit de mandekking spelen. Heel de week op getraind. En dan zie ik hoe we dan 3 goals tegen krijgen. Ja, dat is gewoon triest voor woorden. Wederom, hè? Want dat was vorige week tegen Emmen net zo. Ja, en dat pakken ze zich na de rust, omdat ze dan zichzelf herpakken. Hè? Want zo wordt er niet gezegd. En ik vind dat ze dat goed gedaan hebben. Die Gladonna is natuurlijk een bekende. Die maakte 3. Ja. Ja, maar oké. We hebben vorige week Fortuna heb ik hier zitten kijken. En hij maakt de 1-0 maakt hij tegen Fortuna ook weer weglopen naar de eerste paal toe. En dat hebben we uiteraard laten zien op beeld. En daar mag je niet door verrast worden. Nee, maar hij is wel een fantastische voetballer, toch? Ja, ik denk dat Sparta een goede speler aan hem gaat krijgen volgend jaar. Je hebt natuurlijk ook een beetje pech, hè? Want zowel Schwieber gaat er geblesseerd af en Luijnink volgens mij ook. Ja, Levi die klapte door de enkel heen. Normaal gesproken kennen we Levi een beetje, maar op dit moment zag ik dat het wel zo was. Ik zou daar een andere gaan, maar want het ziet er niet goed uit. Dus een dikke enkel. En Gijs had bovenop het schaambod had hij een hele verdikking zitten, had hij een schop op gehad. En dat was 2-3 keer zo dik, dus dat zag er niet goed uit. Vandaar ook gelijk de wissel, maar dat is wel vervelend. Want wat de Malaya moet eigenlijk zonder warming op erin en Schout. En die hadden nog wel wat aanpassingsmomenten nodig om de eerste 10 minuten door te komen. Ja, normaal wissel je ook niet als de tegenstander in de standaard situatie voor je eigen goal zit en hij valt er meteen binnen. Ja, maar ja, je kon niet anders. Nee. Het moest gewoon zo en dat is vervelend, maar oké. Maar ik ben blij dat we een punt gepakt hebben. En dan, ik denk ook op basis van de tweede helft dat het wel verdiend is hoor.